Ruim 800 leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Almelo namen deel aan activiteiten die georganiseerd waren door de 12 Almeloze high-tech bedrijven van Ontdek High-Tech. Wij hebben onze jubileumactiviteit en wij hebben een scholierenquiz georganiseerd voor de 4 Almeloze middelbare scholen. En de belangstelling is overweldigend, want we zitten met ruim 260 leerlingen in het mooie theater van het Erasmus. En het is te merken, de zuurstof wordt schaars. Inderdaad, het is erg warm binnen. Ja. Wat doen die leerlingen allemaal daar? Nou, we hebben een quiz voor ze georganiseerd. Dat gebeurt door de stichting Ontdek High-Tech Almelo. Die stichting bestaat 5 jaar. Dit is hun jubileum. En we hebben besloten om voor alle doelgroepen een activiteit te organiseren. En een van die activiteiten is de scholierenquiz. Die is voor HAVO VWO bovenbouwleerlingen. En we willen ze laten zien welke mooie bedrijven er in Almelo zijn. En ze leren tevens iets over de kernprocessen van die Almeloze bedrijven. We hebben nou een superleuke quiz en dat is georganiseerd door allemaal bedrijven, allemaal technologiebedrijven uit Almelo. En wij krijgen dus allemaal vragen van die technologiebedrijven. En het is ook de bedoeling dus dat wij veel gaan leren tijdens deze quiz. Number 42 uit Eindhoven heeft gekeken van wat zijn nou de kernprocessen van die bedrijven. En die hebben daar technische vragen bij bedacht. Dus het zijn ook leerlingen met een NTNG profiel. Die nu dus technische vragen voorgelegd krijgen in 2 rondes. En zo moeilijk, die vragen? De eerste ronde was best wel pittig. Maar de tweede ronde viel wel mee. Want dan krijg je natuurlijk meer keuzevragen. En dan kun je toch wel beter gokken en nadenken. Dan denk je, oh, waarom zou dit antwoord zijn? Waarom zou dat antwoord zijn? Dus de tweede ronde viel wel mee. Ga je zelf in de techniek? Ja, ik zit zelf op natuurtechniek. Dat is de opleiding die ik nu doe op de HAVO. En het is de bedoeling dat ik na de HAVO naar de opleiding bouwkunde ga. Dus ook in de techniek dus. Ik vind het heel interessant dit. Ja. Heb je zo'n achtergrond van bouwen? Nou ja, mijn ouders werken allebei in de bouw. Mijn moeder in de bouwmaterialen, mijn vader in de techniek. Dus ik ben eigenlijk ook van jongens af aan wel meegekregen. Dus ik vind het ook superleuk en ik vind het ook heel interessant om aan te werken. Dus, ja.